Archeologen van de gemeente Arnhem hebben bij opgravingen nabij de Nieuwe Kade opmerkelijke vondsten gedaan. Het blijkt dat de plek een soort vuilstort was in de 19e eeuw. In het kader van meer ruimte voor de rivier wordt straks de kade 10 meter versmalt. Om de werkzaamheden daarvoor veilig te kunnen uitvoeren, wordt momenteel onderzocht of er nog bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Maar en passant zijn de archeologen dus op tal van andere voorwerpen gestuit. Nou, een aantal van de vondsten die we hier hebben gedaan, de meest leuke eigenlijk, vind ik zelf eigenlijk op dit moment wel kopjes, speelgoed, poppen. Waarschijnlijk gemaakt in Duitsland, helaas niet allemaal compleet. We hebben kwispedoren voor het eten van pruimtabak. Er werd op gekauwd en de extra speeksel die je had, die werd hierin gespuugd. Ook een vaasje voor, ja, zeg het maar, wat kleine bloemen in de vorm van een bamboestengel. Dus duidelijk een combinatie of een connectie van het Nederlands Koninkrijk met de kolonie in Indië. Het hebben van bamboe en Aziatische producten, dat is eigenlijk was dat mooi om te hebben. Nu zou je zeggen, het is echt een kitsch. Maar als archeoloog zijn, kun je hier ook nog wel blij mee zijn. Ook al is het eigenlijk eind 19e eeuw en zegt menigeen het is modern. Maar het is iets nieuws in de archeologie. Er wordt weinig bewaard en weinig gevonden. En dit keer wel. Ja, ik word hier zelf erg gelukkig van. Het geeft eigenlijk een prachtig beeld in wat ze hebben, wat de mensen hebben gebruikt. Eind 19e, heel vroeg 20e eeuw. Waaruit ze hebben gegeten, waaruit ze hebben gedronken. En vooral welke sierdingetjes ze hebben. En die siervoorwerpen, die kom je in oudere archeologische onderzoeken, kom je die niet zo vaak tegen. Simpelweg omdat ze van of andere materialen zijn gemaakt, die weer om zijn gesmolten, metaal of hout. Misschien zijn ze weer opgestookt of verbrand. En juist in deze tijd, eind 19e eeuw, zie je dat er allerhande porselein en aardewerk werd gebruikt om voor de sier op tafel te zetten, voor het raam te zetten. En dat is een nieuwe zaken destijds. En die willen we graag daar ook als een wetenschappelijk antwoord op geven om daar onderzoek naar te doen. Echt Arnhems. Dat hebben we nog niet echt. Het zijn wel producten die in Arnhem zijn gebruikt. Het zijn bijna allemaal producten die niet uit Arnhem komen. Heel veel uit Maastricht, van de Regoe-fabrieken. Hier zie je de naam van Peters Regoe, afgekort met een P en Regoe uit Maastricht. En om het makkelijk te maken voor de datering van deze objecten, hebben ze gebruik gemaakt van een soort streepjescode of een ontbreking in het streepje. Rondom het merk is een vierkante lijn met een klein openingetje. En in literatuur van verzamelaars van het materiaal blijkt dat de streepjescode, als in dit merk, als er een opening in de streep onder de M zit, is het 1883. Hier zit hij onder de S, dus 3, 4, 5, 1886. In de Tweede Wereldoorlog is rond de huidige John Frostbrug zwaar geschoten. De kans dat er niet ontplofte explosieven in de grond zitten is dan ook heel reëel. Vanwege veel ijzer en beton in de grond moest de grond dieper worden afgegraven dan de bedoeling was om de metaaldetectors optimaal te kunnen laten werken. Een aantal keren is de brug hier gebombardeerd, niet altijd even succesvol. En de afzwaaiers die worden hier gezocht, gewoon uit de veiligheid. Er wordt een nieuwe damwand wordt er zometeen geplaatst. En om geen bommen die potentieel in de bodem liggen, om die te laten ontploffen en daarmee groot gevaar voor de Arnhemse binnenstad te creëren, wordt er nu intensief gezocht naar dergelijke explosieven. Gelukkig zijn ze allemaal geëxplodeerd in de oorlog. Niet allemaal even goed. Grote stukken metaal zijn ervan gevonden. En eigenlijk hoort zo'n bom, als die goed afgaat, zoals de militairen zeggen, dan moet je eigenlijk alleen maar kleine stukken metaal vinden. En de bommen zijn hier wel in de grond geslagen, maar die zijn in de grond zelf, zijn deze hier ontploft. Wat gaat er nou straks met al de archeologische vondsten gebeuren? Deze vondsten hier, die willen we dus ten eerste tentoon gaan stellen. Daarnaast zit er ook zeker een wetenschappelijk potentieel in. We kijken naar handelsbetrekkingen die de inwoners van de gemeente Arnhem hebben gehad in het verleden met andere plekken in Nederland en andere plekken op de wereld. Er is zeker nog geen verhaal dat af is gelopen. Er zit wel degelijk nog wat onderzoek, wat binnenwerk zit eraan. Op dit moment schijnt de zon. Zometeen gaat het als het goed is weer regenen. Dan is het prima tijd om naar binnen te gaan. Het is toch zomer en dan regent het altijd in Nederland. Dat is een mooie tijd om in de zomer om de zaken uit te gaan werken. Met een mooie catalogus erbij en een mooi publieksboekje. En om deze plek, misschien kunnen we hier op de plek zelf iets tentoonstellen.
Maar misschien op plek elders in Arnhem om daar wat in beeld te brengen. 10 kandidaten komen in aanmerking voor de wethouderspost in Lingewaard. Die gemeente is op zoek naar een financieel deskundig persoon die op korte termijn wethouder kan worden. De partijen PvdA, CDA, VVD en Lokaal Belang Lingewaard hebben allen minimaal 1 kandidaat die voor de vacature in aanmerking komt. Nadat de sollicitatiecommissie met de 2 à 3 meest geschikte kandidaten een uitgebreid sollicitatietraject heeft doorlopen, volgt naar verwachting medio augustus de definitieve keuze. Het vernieuwde tankstation Anak in Nijmegen is donderdagmiddag geopend. De afgelopen 10 maanden was het tankstation gesloten voor de realisatie van een nieuw kantoor en een grotere winkel. Bent u blij met deze nieuwe tankstation? Ja, als we daar niet blij mee zouden zijn, zou het dan heel verdrietig zijn natuurlijk. Want ik denk, als je ziet wat we hier neergezet hebben, is gewoon hartstikke mooi. En als we daar niet trots op zouden zijn, ik denk dat we dan heel veel verkeerd gedaan zouden hebben. En wat is precies nieuw aan deze nieuwe tankstation? Nou, eigenlijk alles. We hadden een benzinestation wat gewoon eigenlijk best wel verouderd was. De shop die was niet zo heel erg groot. En nu hebben we een hele grote shop gebouwd. Een benzinestation met veel meer tankposities ook. Dat we een veel betere doorstroming hebben. En het allermooiste wat er nu komt. We hadden eigenlijk een inrit die niet zo heel erg praktisch was. En nu komt er door een nieuwe stadsbrug komt er een rotonde op de kruising Nierbossenweg Energieweg. En wij sluiten met Anak sluiten we aan op die rotonde. Op de Anak rotonde sluiten we aan. En die dat is gewoon qua ontsluiting is dat helemaal fantastisch. Dat is eigenlijk het allermooiste. En daarbij is het zo dat we voor de Anak groep een nieuw kantoor gebouwd hebben. Waarmee we gewoon 100% de toekomst in kunnen. Dus dat is gewoon heel erg leuk. En hoeveel nieuwe klanten worden extra verwacht? Liefst zoveel mogelijk. Ja, maar dadelijk krijg je ook natuurlijk. Nu hebben we nog een periode dat wat rustiger is. Dadelijk als de rotonde klaar is, dan is de situatie helemaal weer mooi. Maar zeker dadelijk als de stadsbrug klaar is, dan dus over, dat is volgend jaar september. Ja, dan hopen we, wat jouw vraag die je stelt, dan hopen we dat we dan minstens de helft of eens zoveel klanten hebben. Ja. Er was samenwerking met de stad Nijmegen. Hoe verliep deze samenwerking? Eén woord, fantastisch. Gewoon heel goed en dat is wel heel erg mooi. Je ziet bij de gemeente Nijmegen dat ze heel erg bezig zijn met de toekomst. Kijk, Nijmegen, Waalsprong, ontsluiting voor Nijmegen. En ook met, als je de verkeerssituatie neemt, dat die op een gegeven moment helemaal dicht zou slippen. Gewoon op een hele positieve manier. Op een hele positieve manier meedenken naar de toekomst. En op een hele prettige manier. Nee, gewoon één woord, gewoon heel fijn. Fantastisch. Gewoon grandioos, ja. Zijn er misschien nog plannen om zichzelf uit te breiden? Om misschien nog een ander tankstation in Nijmegen te openen? Nou, in eerste instantie niet. Maar zeg nooit, nooit. Ja, we zijn nou helemaal blut. Ja. Nee, maar het is nou niet zo dat we zeggen van we zetten nou aan de andere kant. Eigenlijk was het hele mooiste. We hadden hier natuurlijk ook een fantastisch mooi benzinestation. En nu hebben we hier een nieuw benzinestation neergezet. Eigenlijk was het zeker zo mooi geweest dat we aan de andere kant van de stadsbrug er ook één neer zouden zetten. Maar ja, we weten in de toekomst niet en misschien dat dat wel zo is. Maar dan moet de toekomst uitwijzen. Bij verbouwingswerkzaamheden in het Nijmeegse Huis voor de Kunsten de Lindenberg is asbest aangetroffen. Het asbest blijkt in de plafondplaat van de grote theaterzaal te zitten. Tijdens de zomervakantie, als er weinig mensen in het pand zijn, komt een gespecialiseerd bedrijf het asbest verwijderen. Gedurende die periode draait alleen het horecagedeelte door. Het gebouw stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De selectie van Vitesse heeft nog 1 week om topfit te worden voor het Europa League duel tegen het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv op donderdag 19 juli. Volgens de kersverse trainer Fred Rutte hebben de spelers nog wel trainingsuren nodig. Zaterdag volgt nog een oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch. Nadat eerder al de burgemeester van Den Bosch de wedstrijd verbood, wilden de clubs uitwijken naar Waardenburg. Maar ook de burgemeester van gemeente Neerijnen gaf geen toestemming. Het duel wordt nu op een geheime locatie achter gesloten deuren afgewerkt. Diabetes is een heuse volksziekte geworden. In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen deze ziekte en het worden er steeds meer. Reden om deze ziekte en vooral de gevolgen te onderzoeken vond Maria Hopman, inspanningsfysioloog van het UMC Sint Radboud. Tijdens de Vierdaagse volgen we een grote groep diabetespatiënten die de Vierdaagse wandelen. Om te kijken wat doet nou zo'n enorme activiteit van 10 tot 12 uur wandelen op een dag.
op de suikerhuishouding, op de vochthuishouding, op de lichaamstemperatuur en hoe kunnen we ze daarin zo goed mogelijk adviseren. Dit jaar is eigenlijk uniek, omdat wij dit jaar voor het eerst ook begonnen zijn met de voorbereiding naar de Vierdaagse toe. Dus wij volgen al vanaf begin 2012 een groep mensen met diabetes. Die hebben wij van tevoren gemeten. En die zijn toen aan het programma Via Vierdaagse begonnen. Een trainingsprogramma, een voorbereidingsprogramma voor de Vierdaagse. We hebben die mensen deze week opnieuw gemeten. Dus wat heeft dat trainingsprogramma gedaan op hun gezondheid, op hun kwaliteit van leven, op hun medicijngebruik. En nou gaan we ook tijdens de Vierdaagse kijken, hoe zit het nou met diabetespatiënten? Kunnen die Vierdaagse lopen? Ik ben overtuigd van wel. Maar wat voor problemen komen ze dan tegen? En hoe kunnen we deze specifieke groep nog beter adviseren? En ook als een voorbeeldfunctie stellen van, god, ook mensen met diabetes kunnen dit soort prestaties leveren. Om een goed beeld te krijgen van de ziekte en de gevolgen ervan, begonnen de proefpersonen al in maart met de trainingen voor de Vierdaagse. Regelmatig worden gewicht, fitheid en bloed gecheckt. Het is natuurlijk wel zo dat mensen met suikerziekte, naast het feit dat de Vierdaagse een enorme inspanning is en een aanslag is op de vochthuishouding, mensen drogen uit, mensen drinken onvoldoende, dat het voor deze mensen ook nog heel belangrijk is dat ze het eten heel goed afstemmen op de inspanning en op het gebruik van de medicatie, om te voorkomen dat ze geen te lage bloedsuikers krijgen, dus hypoglycemie. En heel veel mensen weten dat van zichzelf goed en hebben dat ook in de training al toegepast. Dus we communiceren daar ook goed over. En patiënten weten dat zelf ook heel goed en hebben dat ook al aangepast in hun trainingen. Maar dat is wel een heel belangrijk aspect. En wij volgen dat ook langs de route. Dus wij meten de mensen ook langs de route. En op die manier kunnen mensen ook direct feedback geven. En dat doen we ook zeker aan het einde van de dag. Wat doet u met de resultaten van dit onderzoek? Nou, we hebben een aantal resultaten. We hebben de resultaten van de trainingsperiode. Die zijn we nu aan het verwerken. En daar hopen we eigenlijk rondom het weekend al met wat eerste gegevens te komen. Wat zo'n wandelprogramma gedaan heeft op de gezondheid van deze mensen. Tijdens de Vierdaagse meten we ze continu. Komen daar bijzondere dingen uit, dan melden we dat eigenlijk dagelijks even op de persconferentie. Als het onderzoek afgelopen is, hebben wij direct alle data ingevoerd. Want dat doen we ter plekke. 5 dagen lang zijn wij data aan het invoeren. Dan heeft het nog wel een aantal maanden nodig om de boel te verwerken. Maar dan komen we eigenlijk een paar maanden later met de overall conclusies van het onderzoek. Gapen werkt niet alleen aanstekelijk bij mensen, maar ook bij chimpansees. Dat blijkt uit onderzoek in Burgers' Zoo. Aanstekelijk is met name de gaap van de mannetjes chimpansees. In het binnenverblijf van de apen werden filmpjes van gapende en niet gapende chimpansees vertoond. Daarbij bleek er beduidend meer gegaapt te worden bij het zien van gapende soortgenoten. Volgens gedragsonderzoekers van de Universiteit van Utrecht apen andere chimpansees het gapen van de mannetjes na, omdat laatstgenoemden de leiders zijn. Politie Gelderland-Zuid krijgt enige verlichting van de personele druk tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en de bijbehorende feesten. De korpsen Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsseland en Twente assisteren hun zuidelijke collega's namelijk tijdens de Vierdaagse week. Door de steun van andere korpsen kunnen enkele agenten uit de regio Gelderland-Zuid zelfs vakantie opnemen. Voordeel is ook dat er meer tijd en personeel is voor alcoholcontroles. Tijdens de komende editie worden meer bodycams ingezet, waarmee rechtstreeks beelden naar het commandocentrum van de politie kunnen worden gestuurd.